Dit is de doos. Super cute. En dan zijn dit de schoenen. Good morning. Ik ben nu op de Nieuwmarkt net aangekomen. Vita die bleef hier slapen en ik ben haar nu aan het ophalen met de auto. Want we gaan naar het strand. Zoveel zin in. Vita is even aan het douchen. Dus dan moet ik even op wachten. En dan gaan we lekker naar het strand samen met Noortje. En later komen nog mijn moeder en haar man Willem. Die komen ook even langs, vet gezellig. En verder, ja, zit ik een beetje na te denken. Want, ja, waar we het gisteren ook al volgens mij over hadden. Is dat wij mega erg dus met de beslissing zitten of we hier blijven in Nederland voor goed. Of dat we terug gaan naar New York. En dat is best wel een heftige beslissing. Want Vita woont er natuurlijk 3,5 jaar al. Ik woon er nu 2,5 jaar. Dus best wel een tijd. En we hebben daar echt heel erg naar ons zin en ons hele leven daar opgebouwd. Maar ja, nu we hier zijn merken we wel gewoon hoe leuk we dat vinden. En ook, weet je wel, hier ligt gewoon onze carrière. Iedereen die naar ons kijkt is Nederlands. We spreken natuurlijk Nederlands. En ja, wij zouden niets liever dan gewoon meer van dit soort dingen willen doen. Zoals de Next Boy Girl Band. Dus meer tv of meer online voor andere merken of zenders, ja, gaan produceren. Dus het is echt wel een moeilijke keuze. Want het heeft heel veel voor- en nadelen. New York is natuurlijk zo te gek. Maar het is niet een stad waar je voor eeuwig blijft wonen. Want het is gewoon heel hectisch, heel intens. Het is echt slopend om daar te wonen. Het klinkt heel gek, maar dat weet je echt pas als je er echt woont. Maar ja, aan de andere kant ook weer, ja, de vetste stad op aarde. Dus het is heel moeilijk. Zoals je ziet zijn we er echt nog helemaal niet over uit. We hebben het er ook ongeveer de hele dag over. En zijn alle, nou ja, voor's en tegen's aan het bespreken. Dus, to be continued. Fiet, ga je mee naar het strand? Fiet! Hè? Ja, ik ben bijna klaar. Oké. Het is bijna klaar. Oh ja, wat ik nog wil laten zien. We hebben hele leuke schoenen binnengekregen van Public Desire. We mochten allemaal schoenen uitkiezen van ze. Maar, wat dus heel irritant is. Ik zal het even laten zien. Ze zijn te groot. Echt zo vervelend. Maar ze zijn zo vet. Kijk, dit is de doos. Super cute. En dan zijn dit de schoenen. En die kan je dan ook helemaal zo over je enkel zo vastbinden. Ze zijn ook fucking hoog. Wat ik echt geweldig vind. Nou, die heb ik dus. Dan nog een paar. Deze. Maar die had ik dus gevraagd in een andere kleur. Maar die hebben ze dus ook zwart gestuurd. Maar dan met dunnere bandjes. Kijk, deze bandjes zijn zo. En die zijn een soort van dikker of zo. Nou ja, je ziet ook bijna geen verschil. Ook vet hoog. Maar ja, allebei het groot. Ik heb maat 40 en dit is volgens mij echt een 1,42 of zo. Echt. Ik weet dat ik een soort koeienmaat heb van voeten, maar 1,42, dat nog net niet. Dus dat is een beetje kut, want dan moet ik het weer terugsturen. En we hebben nog een leuk pakketje gekregen van L'Oréal Maybelline. Even kijken. Nou, heel chill. Gewoon allemaal lippenstiften, zoals je ziet. En nou, dit zijn een soort van, wat is het? Highlighters. Oh, dat is vet chill trouwens. Ik hou van highlighters, heb ik helemaal ontdekt. En dit is een soort cover foundation. Ook een soort highlighter. Lippenstiftjes. Nou, altijd chill. Oké, nu gaan we echt naar het strand. Want nu is Vita gewoon op mij aan het wachten. Terwijl ik eerst op haar aan het wachten was. Dus ik ga naar beneden. Oh my god, we zijn nu op het parkeerterrein bij Zandvoort. En er staat gewoon een hert in de bosjes. Je ziet gewoon die hele koep eruit. Kijk even. Ja, dit is veel te bizar dit. Kijk, zien jullie hem? Oh my god, hoe mooi. Maar het is ook gewoon een mannetje. Kijk, hij is bang nu. Hij loopt weg.
Nou, dat was bizar. Nou, dit was echt... Hoe heftig! Ik ben het nu ook aan het plaatsen. Helemaal heftig! Nou, we zitten heerlijk hier bij Tijn. Ach, ik ben al helemaal aan het zweten, aan het wegburnen hier. We hebben ook net lekker eten besteld, een flesje wijn. Kan niet beter. Nee, anders ga je... Nou, we zijn er nog steeds, zoals je ziet. Ja. En het is nu tijd om even een borrelhapje te bestellen. En een wijntje. Dus we gaan nu naar de bar. Ja. Hi jongens. Ja. Wat moet je nou zeggen? Zo? Ik heb het je mag alles zeggen. Goed dat je weer terug bent. Hier. Waarom zijn Nederlandse mannen zo leuk? We pochen niet. We pochen niet, ja, dat is wel waar. We zijn gewoon doorsnee, gewoon recht toe, recht aan. We zeggen waar het op staat, niet dat gelul. En niet dat opschepperig. Nee. Jawel, ik heb een hond. Ja. Ben je een hond? Hoi. Hoi. Hij heeft een hond, dus dat is een pluspunt. En ik heb een fiets. Oh, je hebt een fiets. Oké, zo grappig. Net kwam gewoon Wouter ons bitter garnituur brengen. Willen jullie een beetje? Ja, ik wil er een. Maar we moeten misschien... Ah. We zijn nu aan het wachten op een tafeltje. Want we willen gewoon even ergens lekker eten. En niet hier op het strand, maar gewoon lekker daar. Oh, daar is... Kijk daar... Iedereen kijkt mij nu aan, Jons. Hij daar. Jons. Ja? Ja, we gaan eten. We zijn nu aan het wachten op een tafel. Ja, echt. En het is gekhuis erachter. Dus de vraag is of we überhaupt een tafel krijgen. Dat is de uitdaging van vanavond. Ja, de uitdaging van de avond. We komen net thuis van het strand. Yes. Oh my god, dit licht. Dit licht is heel erg. In ieder geval, we gaan de vlog afsluiten. Vergeet je niet te abonneren en we zien je morgen met een nieuwe video. Mwah.